beetje secretaresse zo. Die ligt niet zo lekker, denk ik. Oh, ligt ze lekker? Het is echt super leuk en dat zeg ik echt niet zomaar hoor. Ja, ja, leuk. Gewoon even kijken. Hey, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandag. Het is 9:05. Ik zit achter mijn laptop, want ik moet echt werken. Ik heb een lijstje en dat is, ik kan hem niet laten zien, maar hier op de achterkant. En er staat echt veel op. Dat zijn allemaal opdrachten die ik moet doen. Die moeten echt af en goed gebeuren. Ik moest net lachen, want ik zette de camera aan en ik zag gelijk iets achter in mijn beeld verschijnen daar. Want 2 vlogs geleden vertelde ik al van Vincent met zijn blauwe krat. Altijd als hij thuis is, zet hij dat ding daar neer. Omdat hij dan dingen wil verzamelen die we niet meer nodig hebben en dan kunnen we die weggeven. En vorige week was ik dus alleen de hele week. En de hele week ging krat. En ik zet vanmorgen mijn camera aan en ik kijk achter me en denk, oh, die krat staat er weer. Oh. Hij is weer veilig thuis, dat is het belangrijkste. Werken. Onze auto doet een beetje raar. Het maakt een beetje gek geluid, dus er komt zo iemand even naar kijken. En de kindjes die zijn lekker op schooltje en dat soort dingen. Dus ja, koffie zetten, koffie drinken, werken. En vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Doeg, doeg! Er was vanmorgen even iemand geweest kijken naar de auto. Maar die is dus gedoek. Dus ik moet even kijken. Ik moet Senna ook een kwartiertje van school ophalen. Dus ik ga even kijken of ik bij mijn schoonouders even de auto kan lenen. Oh, en ik ben trouwens echt super moe. Echt heel erg. Je ziet het ook echt in mijn gezicht. Goed. Zo, wij eten lekker citroenkip. Alleen dan geen kip, maar vegetarische kipstukjes. Dinsdag en Sophia is voor de poppen aan het zorgen. Is die lief zelf? Ja. Ja? Even ook buikpijn. Heeft hij buikpijn? Heeft ook buikpijn. Oh, maar die ligt niet zo lekker, denk ik. Ja. Oh, ligt ze lekker? Oh. Oh ja. Oh ja. Boom. Nou, slaap lekker. Oh. Zo, nou, ik zal even mijn outfit laten zien. Ik vind het dus altijd super lastig wat ik wel kan dragen en niet kan dragen. Wat netjes is, zeg maar. Want ik moet ook gewoon op schoolplein staan straks. Maar goed, ik denk dat dit wel kan. Ik heb gewoon All Stars eronder. Dit is een leren rokje van de Wii. Het is gewoon een basis shirt. Nou, en deze sieraden. Het horloge is van, wat je ziet, Kloes. Dat linkerarmbandje is van Zinzi en dat rechterarmbandje, ja, dat is eentje die laat ik vaker zien. Dat is met de namen van mijn kinderen, die vind ik heel mooi. Dit is het voor vandaag. Zo, we gaan even naar het dorp snel. Das die halen. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar het is geniaal spul om schoon te maken. Dat is echt zo fijn. Wij hadden een hooglans witte keukentafel. Maar moet je zien, echt... Oh. Er zitten ook echt vlekken in, dus van koffie en das, die krijgt dat er meestal uit. Dus die ga ik hier, dat krijg ik ook niet uit. Dat is gewoon zo'n kring. Echt vreselijk. Zo, het is middag en ik wou Sophia laten slapen, maar oh, ik vlieg op de vaas gaan. Jeetje, dat is niet echt helemaal gelukt. De oppas komt zo en ik dacht ik ga even een smoothie maken, want deze moet op. En Sophie eet niet zo goed vandaag. Gewoon wel mango in. Dus ik dacht, gaan we het even zo oplossen. Hey! Hey! Nou, de smoothie vanmiddag werd een heel lang verhaal. Want
Mijn, hoe heet zo'n ding? Staafmixer was kapot. En nu eten we lekker pannenkoeken. Ik ga lekker. Ja, snij maar. Met appel. Lekker. Het is woensdag. En ik ga Sophia wegbrengen. Kom maar zo. Neem je tas mee? Hey, moet je papa niet een kus geven? Nee. Nee. Dag lieverd. Zo, ik ben aan het werk. En ik ben echt zo moe. Maar ik moet nog best wel veel doen. Ik ga zo meteen wel even iets leuks doen. Want dan ga ik even wat outfits aan jullie laten zien. Die ik onlangs heb besteld. Vind ik super leuk. Ik ga even dit afmaken. En even een kopje thee drinken. En ik hoop dat ik wat fitter word vandaag. Want ik voel me echt alsof ik echt zo'n prop watten in mijn hoofd heb zitten of zo. Nou ja, outfit voor vandaag. Nou ja, niet bijzonder. Ik vind deze heel erg leuk. Het is met hartjes. En dit is gewoon zo'n... Ik heb weer een nieuw kleurtje op mijn maag. Dat is echt super leuk. Ja, zo, nou de grote modeshow kan beginnen. Ik heb hier alles op bed klaargelegd. Want ik heb vorige week 4 stuks kleding gekregen van Chiquel. Zij zijn in Zweden heel erg groot. En ze lanceren het nu ook in Nederland. En het is echt een aanrader om even te kijken op www.chiquel.nl. Het is echt super leuk. En dat zeg ik echt niet zomaar hoor. Het is echt heel erg leuk. Ik ga dus 4 outfits even laten zien. En... ja, kijk even mee en ik mag ook korting geven. Dus dat zal ik hierna even vertellen. En ik zal even van alle outfits of de kledingstukken even linkjes in de beschrijving plaatsen. Dan kan je direct even klikken. Dus ik ga het aan jullie laten zien. Nou, als eerste deze broek. Ik vind hem echt zo leuk. Het is een beetje, het is niet een heel strak model. Ik vind dit die strik heel erg leuk en... hoe het zo loopt. Hij loopt nou ja, redelijk wijd ook aan de onderkant. Maar dat vind ik op zich voor dit, nou ja, omdat hij dan boven zo mooi zit, niet zo heel erg. Ik heb, dit is maat 36. Ze hadden niet kleiner. Ja, hij had op zich nog wel een maatje kleiner gekund voor mij. Maar hij is ook, ja, het is prima zo. Ik vind hem echt heel erg tof. Ik heb nu dan even mijn eigen shirtje erboven. Maar je kan er echt van alles op dragen. Een witte blouse of wat nog meer. Gewoon witte tops, echt heel veel. Zo, in deze jurk. Oh, ik ben er stiekem wel een beetje verliefd op hoor. Moet je kijken. Hij is perfect. Gewoon qua hoe hij loopt en die mouwen. En ja, gewoon die taaien. Ik vind hem zo ontzettend mooi. Hij is in 4 kleuren. En ik wilde heel graag een andere kleur, maar die hadden ze niet meer. Dus heb ik deze. Maar ja, ik vind deze ook echt wel heel tof hoor. En oh, hij kan met pumps, hij kan met sneakers. Oh, ik vind hem zo leuk. En de kleur, ja, moest ik zelf een beetje wel aan wennen. Maar ik vind hem wel heel mooi. Zo, ja, echt super blij mee. Oversized blouse. Oh, die wilde ik dus eigenlijk doen op een spijkerbroek. Maar toen dacht ik, hey, ik heb nog een leren rokje, daar kan die ook bij. Zit ook wel echt super leuk. Lijkt alleen wel een beetje een secretaresse zo. Wacht, ik ga jullie ook even mijn spijkerbroek laten zien. Nou, en deze dan even zo op een spijkerbroek. Hij is wel echt flink oversized. Ik vind dat wel heel leuk. Kijk maar. Kijk. Is echt heel groot. Maar het is een... het is een XS, dus ja, het hoort gewoon. En nou ja, ik zou hem dus echt het liefst gewoon in een broek dragen, zo. Zo, en dan als laatste, dit is dan de 4e item. Deze blouse, oh, ik vind dat glans, die vind ik echt zo mooi. Ik kom inmiddels ook echt om in de witte blouse, maar die dingen zijn echt tijdloos. Ja, het model is wel, dit is volgens mij 36 en ja, wel wat strakker, of hoe noem je dat, getailleerder. Ja, ik zou hem dan zelf ook in een broek dragen, wel met een riem nog, maar dat heb ik nu even niet erbij. Ja, ook super leuk. Met de code Saskia15 krijgen jullie 50% korting op de kleding van Chiquel.
Ja, nou, ik ben echt oprecht enthousiast. Dat kan ik niet zo spelen, dat is echt waar. Ik vind het heel erg leuk. En er waren echt heel veel dingen. Oh, er was ook een jasje, die vond ik zo leuk. Maar kijk even op de site www.chiquelle.nl. En goed om te weten is dat je met iDeal kan betalen heel makkelijk. En dat het van 1 tot 3 dagen ongeveer bij je thuis bezorgd wordt. Hier was het heel snel, was echt in 2 dagen of zo. Dus ja. Leuk, gewoon even kijken. Het is woensdagavond en even kijken, het is 7:30. Ik zit even een beetje op Insta. En ik ga nou lekker een yoghurtje eten met granola. En dan ga ik lekker zo meteen, even kijken hoor, ja, 7:30, een serie kijken. Oh, het regent. Bè. Hoe gaan we met de auto? Nou, we gaan met de auto, dus loop maar. Moeten we een paraplu? Ja. Kom maar. Ja. Loop maar naar buiten. Zo doen? Ja. Oh. Oh, maar ik zou eerst naar buiten lopen als ik jou was. Doeg, Finn. Yay. Oh, kijk, de auto staat er al. Zo. Sleutels op. Zo, even snel boodschappen gedaan. Vanavond wil ik graag lasagne eten. Dus deze vega kruim gehakt. Ik zat net te denken, mijn kinderen hebben volgens mij echt niet door dat ze al maanden geen gewoon vlees meer krijgen bij het avondeten. Deze, ik wilde eigenlijk van die wokgroenten. Italiaanse wokgroenten. Maar die hadden ze niet. Dus heb ik deze maar. En peertjes. Die vinden ze ook heel erg lekker. Dus even opruimen. De laatste tijd eten we best veel patat, hè? Dus we gaan vandaag lekker weer patat eten. Vince heeft patat meegenomen. Yummy! Zout! Is het koud? Ja. Hey, goedemorgen. Het is vrijdag. Ja, maar dan moet je een ander potje. Ik ben even de klei aan het opruimen. Sophia is niet zo... is een beetje moe, denk ik. Ben je moe, Sof? Nee. We zijn even de klei aan het opruimen en dan mag ze van mij even... Wat mocht je doen voor mama? Baby kijken. Ik heb geen idee wat ze mee bedoelt. Op de tablet, denk ik. Maar ze mag van mij wel even lekker rusten. En dan gaat ze vanmiddag gewoon lekker naar bed. Want ze is heel moe. Gaan we eerst de klei opruimen? Ja. Ja, paars bij paars. Zo, even kijken of jullie het doen hoor. Want net ging ik filmen en toen ging mijn camera steeds uit. En ik dacht nee, want onze auto was al kapot. Ik dacht niet ook nog mijn camera. Maar hij doet het. Ik denk dat hij gewoon leeg was, maar hij gaf het niet aan, zeg maar. Dan mag het knipperen en zo. Ik heb pannenkoeken gebakken. Nou, de kindjes hebben dat al gegeten. Ik zou nog even wat leuks laten zien. Ik kreeg deze opgestuurd en Sophia griste ze gelijk al uit mijn handen. Die wilde het doen, maar ik dacht, ja, weet je, dit zijn... Ik weet niet of jullie het merk kennen, maar dat zijn echt van die dingen waar je echt wel even zoet mee bent. Omdat je het echt moet uitpakken en... opdrachtjes moet doen en zo. Is echt super leuk. Maar die liggen dus vanaf vandaag of gisteren in de winkel. Dus dat is ook wel leuk voor jullie. En ze zijn maar 15 euro, begreep ik. Zo, de kindjes die zitten even achter de PlayStation. Sophia is met de oppas beneden en ik zit hier in de slaapkamer. Omdat het enige plekje in huis is waar op dit moment rust is. Nou, ik ga zo het bed opmaken en zo. Zometeen een cadeautje halen voor mijn vriendinnetje, want die is over een paar dagen jarig. Ik weet nog niet wat ik moet halen, dus nou ja, goed. Ik ga met jullie in ieder geval afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video weer. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Ik vind jullie comments altijd super leuk om te lezen. Dus ja, als je dat weer zou willen doen, ben ik heel blij. En ja, vergeet je niet te abonneren, dat kan hier. En ik zal hier nog wat leuke video's plaatsen. Doeg, tot volgende week.